De Amerikaanse president Trump staat op het punt om een van zijn grootste verkiezingsbeloften in te lossen. De bouw van een muur tussen de Verenigde Staten en Mexico. Bedoeld om illegalen tegen te houden. Zometeen tekent Trump een document dat die bouw mogelijk gaat maken. Hij beloofde het zijn kiezers keer op keer tijdens de verkiezingscampagne. Build a wall. It's gonna be a big wall. It's gonna be a beautiful wall. Someday when I'm gonzo, maybe they'll name it after Trump. En vandaag gaat dat ook echt gebeuren, zegt zijn perschef. Building this barrier is more than just a campaign promise. It's a common sense first step to really securing our poorest border. This will stem the flow of drugs, crime, illegal immigration into the United States. And yes, one way or another, as the president has said before, Mexico will pay for it. De bouw van de muur is een van de vele maatregelen die Trump neemt om illegalen uit het land te houden. Ook breidt hij mogelijk de grenspolitie uit met 5000 man. Gaan we naar correspondent Erik Mouwtaan in New York. Ja, Erik, dit was mede waarop Trump was verkozen. Oh ja, Antoine, het uitgangspunt van zijn campagne was: illegalen zijn gevaarlijk en ze moeten weg. Heel veel Amerikanen zeggen, nou, die mensen hebben geen verblijfsvergunning, maar ze doen hier de baantjes die anderen niet willen. En steden zoals New York zeggen dan ook, wij gaan echt niet meehelpen, meneer Trump. We gaan echt geen lijst aanleggen van illegalen of meehelpen met de deportaties. Trump gaat die steden nu bestraffen. Hij gaat hun geld afpakken. En Trump zegt vandaag dat hij niet iedereen misschien gaat uitzetten, maar vooralsnog wil beginnen met mensen met een strafblad. Maar hij gaat echt op ramkoers liggen met de Latino's in het land en met links. En ja, die muur, die komt er. Langs grote stukken van de grens met Mexico staat op dit moment al een muur, of liever gezegd een hek. Afgelopen jaar zijn 175.000 mensen opgepakt die de VS inglipten. Ze komen vooral uit straatarme landen als Honduras, die in de band zijn van drugs en criminele bendes. De VS zet bijna al die mensen weer uit. Ik sprak onlangs nog met de Border Patrol. We catch a lot of contraband, narcotic smugglers. We also have a lot of human smuggling as well. De muur bestrijkt nu zo'n 1000 kilometer. Trump wil hem 3 keer zo lang maken. Het kost 6 miljoen per kilometer. Totale kosten kunnen zelfs oplopen tot 20 miljard. And who's gonna pay for the wall? Mexico. Nou, dus niet. De Mexicaanse president die volgende week Trump opzoekt, is er duidelijk over. Un muro que México, por supuesto, no pagará. Trump geeft er een draai aan. Mexico krijgt elk jaar geld van Amerika om de drugskartels te bestrijden en ervoor te zorgen dat minder mensen überhaupt richting de VS gaan. Dat geld gaat Trump nu inzetten voor de bouw. Maar het zal bij lange na niet genoeg zijn. En dus zal het congres nog een wet moeten aannemen voordat dit hek echt wordt afgebouwd. En dat is niet het enige dat uit het Witte Huis naar voren komt vandaag. Er wordt een plan besproken om helemaal geen vluchtelingen meer toe te laten uit Syrië en andere zogeheten terreurgeneigde landen. En Trump overweegt de CIA weer toe te staan gevangenissen te openen in andere landen. In het verleden werden in die gevangenissen mensen gemarteld. Het is duidelijk een heel andere koers en daar is vandaag een voorbeeld van.